dit jaar ging ik voor het eerste jaar mee met de Young Riders. Dat stond met 21. En dat was voor het eerst met mijn paard Avanti. En we haalden daar goud. En dat is natuurlijk een droom die uitkomt. Dus daar ben ik wel heel trots op. We staan hier bij Manege Meulendijks in Gelderop. En naast mij staat Anne Meulendijks uit Hezen. En zij is zeer succesvol met haar paard Avanti. U ziet hem hier op de achtergrond. Ze haalt met Avanti de ene prijs naar de andere prijs binnen. Ook deze zomer op de Europese kampioenschappen, de Nederlandse kampioenschappen. Anne, wat is dat samen met jullie, met Avanti en jou? Wat is er tussen jullie? Ja, ik ben echt super blij dat ik dit paard kan rijden. Hij geeft me echt iedere dag weer een super goed gevoel. Het is een heel goed paard. Hij heeft 3 super goede gangen. En ja, er zit gewoon heel veel klik tussen ons. Dus ja, hij doet het ook echt voor mij. Hij is nog vrij jong, dus hij kan ook nog heel veel dingetjes misdoen. Maar omdat hij zich eigenlijk zo volledig inzet en zo concentreert op mij, gaat het eigenlijk gewoon heel erg goed. Terwijl het eigenlijk voor hem nog heel zwaar is. Maar omdat hij eigenlijk zo goed zijn best doet, lukt het toch eigenlijk iedere keer weer. Anne, hoe ziet jouw leven als dressuurrijdster eruit? Je bent 20 jaar, je bent al jong begonnen, hè, toen je nog ongeveer zo kleuter was, met een ponnetje. Maar hoe ziet jouw leven er nu uit? Ja, ik ga overdag ga ik eigenlijk gewoon naar school. Nu is het dan vakantie, maar normaal ga ik naar school. En daarna ga ik naar de paarden. Ik doe nog veel lesgeven en dan veel wedstrijden. Avanti betekent heel veel voor mij. Ik heb natuurlijk al zoveel successen met hem behaald en zo. En ja, er is toch een bepaalde band. Iedereen heeft denk ik, als je een huisdier hebt, heb je natuurlijk ook een bepaalde band. Maar omdat hij zo voor je door het vuur gaat en ik ook veel voor hem doe en veel aan de kant zet voor hem om deze dingen te bereiken, ja, is er natuurlijk wel heel veel, ja, een hele sterke band opgebouwd. Ja. Dus ik zou het ook heel erg vinden als die ooit weg zou gaan. Heb jij met dit paard, kun je daar een betere band mee hebben dan met mensen? Ja, op zich, het is heel anders. Dus op zich, ja, ik ben gewoon echt heel erg weg van paarden en ik vind het gewoon heel fijn om met ze te werken. En mensen, ja, met mensen kan ik ook goed omgaan op zich. Maar ja, aan paarden weet je soms net iets meer wat je eraan hebt. En met mensen is dat soms wat onduidelijk. Dus, maar op zich, ja, mijn paarden zijn echt mijn leven en ik vind het gewoon echt heel leuk. Jij voelt je veilig bij Avanti en Avanti voelt zich veilig bij jou. Ja, zo kun je het zeggen, ja. Maar je hebt 2 paarden, hè? En daar gaan we eens even naar je andere paard toe lopen. Nou, Anne, dit is jouw tweede paard. Jij noemt hem Blackie, hoor ik net, maar hij heet, hoe heet hij echt? Hij heet eigenlijk Ohio. Ohio. Er is iets bijzonders met dit paard, want je rijdt er veel op, maar hij is aan zijn rechteroog blind. Het oog is eruit. Wat is er gebeurd? Hij heeft een paar jaar geleden heeft hij een ongeluk gehad bij de vorige eigenaar, waardoor heel zijn oog kapot is gedrukt. Kan hij met 1 oog als dressuurpaard toch net zo goed functioneren als ieder ander paard? Ja, ik denk dat daar gewoon geen probleem in zit. Hij vertrouwt extra meer op mij. Hij loopt eigenlijk ook blind op mij. Hij loopt eigenlijk altijd achter me aan. En hij doet eigenlijk zoveel voor mij. En hij geeft je, zou ik maar zeggen, een extra goed gevoel. Omdat hij, als ik bijvoorbeeld echt tegen hem praat terwijl hij iets eng vindt, dan geeft hij zich in 1 keer over en dan doet hij dat. Omdat hij denkt, oh, het zal wel goed zijn omdat hij zo op mij vertrouwt. En dat is bijvoorbeeld met Avanti, die heb ik daar niet zo snel van overtuigd. Ik ben vorig jaar voor de eerste keer naar de Europese kampioenschap geweest. Daar heb ik de zilveren medaille behaald met het team. Met mijn pony in Frankrijk was het. En daar ben ik heel trots op en ik hoop dat ik er misschien nog een paar mag behalen. Nou, het houdt niet op bij de Meulendijkse, want naast mij staat Lotte Meulendijks. En dat is de jongere uitgave van Anne Meulendijks, haar zusje. Anne is 20, jij bent 17. En het rijdt allemaal paard in de familie. Wanneer ben jij begonnen? Vroeger, toen ik heel jong was nog, dus hetzelfde eigenlijk als Anne. Ja. Ik denk dat ik een jaar of 5 was dat ik echt, of 6 zoiets, dat ik mijn eigen pony kreeg. En ja, was niet echt heel serieus rijden meer, een beetje rondracen. En dat vond ik altijd wel leuker, maar op een gegeven moment dan gaat die knop om en dan is het echt serieus en echt voor de sport. En waar ben jij heel goed in? Ja, waar ben ik zelf goed in? Ik vind het vooral heel belangrijk dat het paard echt vertrouwen in mij heeft. Dus ik ben een beetje
het is niet dat ik hem ooit boos maak, tenminste niet met opzet. Dus ik vind wel dat ik geduld heb met paarden. Dat vind ik wel een sterk punt. Ja. Is er ook wedijver tussen jou en Anne, tussen de twee zusjes? Ja, op zich wel. Maar Anne is natuurlijk 3 jaar ouder. Dus zij kan al meer, omdat ze natuurlijk al 3 jaar meer ervaring heeft. Dus ik wil vaak er wel verslaan, om het zo te zeggen, dat ik het beter doe. Maar eigenlijk is dat best moeilijk door het verschil. En ja, natuurlijk, het is wel altijd een beetje een strijd tussen ons. Anton Meulendijks, de vader van Lotte en Anne en Matthijs. Want de zoon die is ook actief, niet als dressuurrijder, maar wel in organisatorisch. Wat is dat voor paardenfamilie bij jullie uit Hezen? Ja, dat is een familie die al, mijn vader en opa en alles waren al paardenmensen. Wij ook, we hebben ook altijd paard gereden en wedstrijd gereden. En dat is overgegaan naar de kinderen. Ja. En moesten ze of mochten ze? Nee, ze mochten. We hebben eerst geprobeerd op de manegelessen, een halfjaartje lang. En ja, dat wilden ze echt graag doen. En op een gegeven moment hebben we de eerste pony gekocht. Ja. En zo is het eigenlijk gaan lopen. En dan heb je in één keer 2 dochters, Europees niveau, landelijk niveau, in de top. Hoe voelt dat nou? Nou, best wel iets om trots op te zijn, moet ik zeggen. Ja. Ja, ze rijden goed. Ze worden ook heel goed begeleid. Wij doen er ook wel alles aan om ze goede lessen te laten geven en zo. Dus dat ze ook echt iets kunnen leren. Ja. En dan hoort erbij een goed paard natuurlijk. Dus ja. Begeleiding en paard is, en inzet van de ruiter, dat is nog het allerbelangrijkste. Dus ja, dat alles bij elkaar. Ja. Dan kom je ergens. Heb je vertrouwen in de toekomst van je dochters als dressuurrijdster? Ja, heb ik wel. Natuurlijk, men zegt, ze gaat raden. Jongens in het spel komen, dan zou het kunnen veranderen. Nou, dus die hou je ver weg bij Huizen Meulendijks? Nee. Want voor mij mag het hoor. Ik vind het leuk. En ze komen ook regelmatig langs, de vrienden. Dus dat is op zich heel leuk. Maar ja, ik verwacht dat ze er wel mee doorgaan. Maar ja, goed. Zover kijk ik niet vooruit. Nou, ik heb Anne en Lotte net gesproken. Volgens mij hebben ze meer vertrouwen in hun paarden dan in mensen of in mannen, denk ik. Ja, dat gevoel heb ik ook ooit. Ja.